Dames hebben weer hun best gedaan, verse eitjes. En wat ga je dan maken? Een omeletje. Klinkt simpel. Of toch niet? Let's go. Een omelet. Super simpel, maar toch wordt dit vaak de chef's challenge genoemd. Dat is namelijk het ideale gerecht om te laten zien dat je kan spelen met vuur en de perfecte consistentie van je eitje kan krijgen. En dat moet dan lekker baveu zijn. We beginnen natuurlijk met een eitje. 3 stuks. Het enige wat er neer gaat is een beetje peper. Een beetje zout. Even kloppen. En de romigheid gaan we maken door eigenlijk een manier van bakken. Een combinatie van boter en olie. Wat het hele eitje erin. En nu ga ik 30 seconden lang eigenlijk het ei storen. Dus van buiten naar binnen roeren. Hij moet glanzen, maar niet glimmen. Nat zijn, maar niet te nat. Hij mag niet lopen. En het is een kwestie van seconden. Dus ik heb nu nog 9 seconden. Dit is hem. Baveu. Omeletje.